Ik ben Gerard Omtvlee, ik ben voorzitter van de rommelmarktcommissie van de protestantse gemeente Spijkenisse. We houden jaarlijks houden wij een rommelmarkt om inkomsten te genereren voor onder andere dus de onderhoud van de gebouwen. En dit jaar organiseren we voor het eerst een najaarsmarkt. Zoals gezegd hebben, we hebben alle jaren ervoor deden we dat in het voorjaar. We zijn 37 jaar geleden zijn we gestart bij de dorpskerk. Daar hebben we tegenvallers gehad, gezien het weer, want het was ook altijd in het najaar. Dus storm, wind, regen. Dus dat hebben we gezegd van nou, we gaan bij de dorpskerk gaan we niet verder. Toen zijn we dus naar het recordcentrum gegaan. En van het recordcentrum, ja, daar werden de kosten dusdanig hoog. Dat wij dus naar een andere locatie op zoek zijn gegaan. Het recordcentrum moesten we ook al aangeven omdat we namelijk de opslag in het centrum, wat we van de gemeente huurden, die huur werd ook opgezegd. Dus wij hebben een andere locatie dus van de gemeente toegewezen gekregen aan de Frankstraat 26A in Spijkenisse, bij het winkelcentrum Maaswijk. Ja, nou, de rommelmarkt hier aan de Frankstraat 26A die wordt ondersteund door zo'n 60 vrijwilligers die ons dus bijstaan om alles georganiseerd te krijgen. Want ondanks dat wij toch wel een permanente opstelling hebben van veel spullen, hebben we toch nog wel veel transportwerkzaamheden dus om alles dus naar de locatie te krijgen. Want we hebben ook nog een opslag aan de Malledijk. En dus die opslag die daar ligt, die moet dan ook allemaal weer getransporteerd worden dus naar de Anne Frankstraat toe. Naar de toekomst toe hebben wij als bestuur besloten om de rommelmarkten op de tweede zaterdag in mei te houden en op de vierde zaterdag in oktober. Dat willen wij ook zo laten, dus ik zou haast zeggen mensen noteren deze datums in de agenda. Vaste data. Punt. Oké, ik zag een mooi logo, een nieuw logo. Dat is gemaakt door Move On van Els Barendrecht. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen? Nou, er is een avond hier bij ons geweest. Dus hebben wij wat dingen aan haar verteld. Hoe wij dat allemaal een beetje zagen. Nou, en daar heeft zij eigenlijk een ontwerp heeft ze daarvoor gemaakt. En meerdere ontwerpen. En daar hebben we er dan een als bestuur hebben we daar uitgekozen.